Dit filmpje wordt mede mogelijk gemaakt door Gebroeders van Gent, Toyota-dealer in Veenendaal en Ede. Vanmiddag de Gebroeders van Gent in de stad de finale race. We zijn vanmiddag bij Blauw-Vul aangereden. Kan Blauw-Vul vanmiddag het kampioenschap halen? Kan hij tegen de druk? Ja, dat zijn vragen. Vragen die vanmiddag beantwoord worden op het topbouwkoppelsteen. In ieder geval zeker, het feest zal uitbundig worden gevierd. En daarbij zal zeker Frank van der Wagen, die op het terras aanwezig is, aanwezig zijn om te mogen genieten. Want de pitch heeft een belangrijk aandeel gehad in de wijze waarop Blauw-Vul staat. We gaan kijken naar het verslag van de wedstrijd van Blauw-Vul AFCD. Ik weet het niet.
Maar je hoopt wel op een lange dag waarschijnlijk, of niet? Daarom ben ik helemaal aan het uitrusten. Ja. Rennen is de hele. Ik ben ook zo irritant zoals. Laten we even in de trillen. Hercules. Kom maar, ga je het mee, jongen? Ja! Michon Baan, daar ben ik weer. Hoeveel hebben jullie gespeeld? Ik hoor je heel slecht, maar even hoor. Nog steeds 1-2 achter. Iedereen heeft maar 2-1 gewonnen. Oké, dank je. Succes verder, hè. Hoi. Ik neem aan dat je ook wat teleurgesteld bent. Ik ben altijd teleurgesteld. Ik heb iets in de band van het kampioen gehad, maar ik heb niet met die van hetzelfde stad. Nee, niet van het. Dat heb ik helemaal goed gezien. Het had zo mooi kunnen zijn, maar hier in Martin Stoffen in 2-1. Denk je dat wat voor mij nu is, hoor? Ja, ik denk het. Ik heb een andere wedstrijd altijd een soort stand die eigenlijk is. Ja, het is niet alleen van het spel, maar het is van het niet tevoren zou. Dan werd je na afloop gehoord tot middag de match. Gezag dat het aan je denken? Ja, weet je, ik ben een beetje maar je zou het ook wel een katten in alles over de afstand goed weet, dat doe ik ook goed. Dus, ja. Dan kijk ik even naar volgende seizoen en kunnen we niet over de vraag heen, Michel, wat gaat Michel van Beek volgend jaar doen? Ik denk dat je staat weer onder de lat. Zoals de taal zit wel, dat kunnen we. Dat betekent dat zij kinderen waarvan je er nu een op de arm hebt voorgaan. Ik ga door, dat zou ik ook. Ik ga naar de bal toe wel. Dan hoop ik dat jij over 14 dagen de staalhof mag houden tegen Alcindo. Ja, dat kan mooi zijn. Maar voor de nodig uit de rest van de markt komt. Ja, vooral stel ik daar nog te doen dan. Niet veel bedankt. Behoorlijke teleurstelling deze 1-1? Ja, dat heb ik wel gezegd, natuurlijk. Ik wil zijn. Ik heb dan mijn eigen hand en mijn rom. Dat was druk op te zoeken, vooral de aanvraag had ik het idee. Dat ik had het zelf ook, het was korrekt. En ja, dat is natuurlijk een beetje onmogelijk dat het niet meer bij ons. Maar we hebben hier buiten het feit dat we toch zelf nog een hoop druk hadden en dat ik opgelegd ben. Ja, dan kun je niet het vertrouwen spelen, dat is wel een beetje aan het. Je komt meteen al af en dan maak je toch vrij snel de 1-1. Toen had ik het idee dat je blauw heel hard doortrokken. Maar het is aangedeeld van behoorlijk weg. Ja, klopt. En dan ook een verhaal in de kant. En ja, ik vind dat je de hele tijd te weinig afgenomen. En ook te weinig klanten gestuurd. En dat vind ik toch dat je daar ook heel leuk van. Dat tot op 14 dagen Alcindo, dat wordt een hele bedoeling wedstrijd. Dus dat gaat alle wedstrijden die alle kanten op kan. Maar nu Alcindo dat tegen de degradatievoetbal speelt, jullie moeten kampioen worden. Dat wordt een spektakel in deze wedstrijd, denk ik. En dan denk ik ja. Dan moet ik weer goed op voorbereiden. Dus dan wordt er een mooie tijd en een mooie uitdaging doen. Zullen we afsluiten dat Marcel van Hoofd het wel heel hoog heeft op het kampioenschap? Ja, natuurlijk. Dat gaan we wel even weer halen hoor. Oké, bedankt.